Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar Anders Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 3 Wuthering Heights. En vorige keer was ik geëindigd op in de ochtend. In plaats van normaal eindig ik als ik ga slapen, maar dat heb ik nu dus niet gedaan. Wat is dit? Luisteren. Waarom? Oh ja, Mady bleef logeren, toch? Ja, volgens mij wel, ja. Nou, oké, anyway, daar gaan we even met mee praten. Ik weet niet wat ze te vertellen heeft. Je hebt hier veel kranten achtergelaten. Volgens mij heb ik die krantendienst al een keer uitgeschakeld. Ik weet het even niet meer zeker, maar volgens mij wel hoor. Wat een gekke huis. Nou, mee, hoe gaat het met jou? Kom, we gaan even roddelen. Wat? Heel raar. Nee, we gaan even de laptop repareren. Ik hoop dat Chloe dat kan. Want ze heeft wel drie streepjes handigheid. Maar vorige keer ging het ook mis bij de vaatwasser. Dus ik ben benieuwd. Oké, nou... Ga het eens even lekker repareren. Ik heb trouwens een lekker muziekje op. Hier aan de radio van de Sims. Staat dit aan? Oh ja. Ik dacht al, hoor ik er nou weer doorheen. Oh, mee gaat naakt in het bubbelbad. Ja, dat doe ik ook altijd. Waarom niet? De vaatwasser. De wasbak is ook kapot. Het gaat lekker hier in huizen. Hutchins. Alles is kapot. Nou, Chloe maakt die laptop. Schiet eens een keer op. Ik weet dat je het kan. Hey Chloe, het is de tijd van het jaar weer, dus het is tijd om je pak uit stof te trekken en langs te komen. Grumpel Marks geeft een waanzinnig verkleedfeest. Donderdag om 1 uur. Oké, nou ja, het is Grumpo, tuurlijk komen we dan. Oké, maar Chloe heeft dit gerepareerd en dan gaan we nog even naar de wc. En eventjes douchen. Voor het feest dadelijk. Dat is wel zo netjes. En misschien kunnen we ook nog even de wasbak... maken. Of nee, we moeten er al heen. Nou ja, oké, dan laten we die wasbak maar even zitten. We moeten eigenlijk ook even de bak vullen van Marius. Want anders heeft hij dadelijk ineens super veel honger. Dus dat moeten we eigenlijk ook even doen. Oké, bak vullen. En dan daarna naar het feest gaan. Dan heeft Marius ook wat te eten. Hongert hij niet uit. Ik heb weer een melding met niks erin. Hebben jullie dat ook wel eens in de Sims? Dan staat er gewoon helemaal niks in deze melding. Heel raar. En ik krijg nu een WhatsAppje. Van Tommy. Ja, Tommy, ik neem nu op. Alsjeblieft. Jullie weten niet waar ik het over heb. Maar maakt niet uit. Oké, we gaan in ieder geval naar het feest. Ik ga even uitzoomen. Het feest is hier natuurlijk. Het is een verkleedfeest, dus ik ben benieuwd in wat voor pak Chloe gaat. Want dat kiest ze volgens mij zelf uit. Ik weet niet wanneer ze zich gaat omkleden, maar dat zien we zelf. Chloe is daar dus naar het feest van een beroemdheid gegaan. Nou ja, dat wisten we al, toch? Nou, doe je pak aan. Ik wacht. Ah, oh, we zijn een astronaut. Wat leuk. Oké, nou, dan gaan we eventjes lekker kletsen. Met Grumpo. In ons astronautenpak. Ik weet niet wat voor pak hij aan heeft. Een soort ninja-outfit of zo. Geen idee. Ah ja, we moeten hem ook even een zoen geven. Dat is wel zo lief. Anders dan is het ook weer zo van... Oké, hoi. Doei. Wat? Nou, even een amoureuze melding. Oh, we gaan ook even een foto samen maken. Even een selfie. In ons mooie outfit. Dat is ook wel leuk. Toch? Oké, Marius is aan het slapen. Oh, het gaat regenen. Oh, de regen klinkt heel raar. Alsof het op een soort plastic dak of zo tikt. Maar het is geen plastic dak hier. Nou ja, in ieder geval, we gaan even lekker naar binnen, want het regent. Hierin gaan. Rennen, Chloe. Rennen. Kan je dat als oma? Oh ja, dat kunnen ze wel. Ze lopen allemaal helemaal zo gebogen als oma, maar ze kunnen wel allemaal rennen. Wat de hel? Nou ja, oké. Wie is dit? Sharpo Marks. Het is toch de vader van hun allemaal of zo? Of voor mij heb ik het vorige keer ook al gezegd. Hé, hey, er staat hier een hotdog. We gaan vriendelijk voorstellen met de hotdog. Oh, ze gaan weer idioot doen voor de spiegel hoor. Moet je opletten. Echt niet goed in hun hoofd. Maar wij gaan eventjes gezellig doen met de hotdog. Vind ik wel leuk. Terwijl iedereen hier weer idioot voor de spiegel zit te doen. Maar ja, dat ben ik al gewend. Wie is dit? Ze lijkt op mij. Samantha Cassatt. Ze lijkt echt op mij. En dit is Evelyn Morgan. Oké. Deze lijkt echt heel erg op mij. Ik ga hier eventjes aan voorstellen. Want die lijkt echt superveel op Chloe. Ik zei wel op mij, maar ze lijkt niet op mij persoonlijk. Maar echt maar op Chloe bedoel ik. Waarom ging daar een vriendschapsdingetje omlaag met hem? Leren kennen. Naar carrière vragen. Nou, hoe heet ze nou eigenlijk? Samantha. Oh. We hebben zoveel met elkaar gemeen. Oh, wie is dit? Ik heb heel veel gemeen met hem blijkbaar. Walter Russell.
Wie is dit? Mae West. Oh, oké. Ze heeft iets heel anders aan. Ze heeft weer de oude haar ineens terug. Nou ja, het zal wel. Oh, ze moet naar de wc. Ik zit daar een beetje op te houden van naar de wc gaan. Nou, ik ga wel eventjes met... Mae gaat ook al raar doen. Leuk is dat. Echt, iedereen in het huis heeft de eigenschap kinderachtig. Mae heeft het. Al die opa's, al die Marks familie heeft het allemaal. Het is echt niet te geloven dat ze allemaal zo kinderachtig zijn. En ze zijn allemaal bijna bejaard. Moet je nagaan. We gaan in ieder geval even praten over de hagel. Ik weet niet wat daar verder interessant aan is, maar dat maakt ook niet uit. Wat is dit? Macaroni met kaas. Lekker, dat is ik wel. Eigenlijk vind ik dat dit echt helemaal niet lekker. Ik heb het één keer op, maar dat was wel zo'n kant-en-klaar maaltijdpakje. Maar ik vind het niet zo lekker. Misschien als je het vers maakt of zo met echt kaas en zo, dat het wel lekker is. Maar ik had zo'n kant-en-klaar pakje en dan met van dat poederige kaas of zo. En het was niet lekker. Wat zit iedereen hier te zeuren dat ze nergens heen kunnen lopen? Je kan toch gewoon lopen? Jeetje, wat een aanstellers. Wij gaan even gewoon lekker macaroni met kaas eten. Verdomme. Wat is dit? Oh, we hebben iets gemeen met elkaar. Nou, gefeliciteerd. Wij zitten in ieder geval lekker onze macaroni. Waar is hij? Ik mis eigenlijk een beetje de muziek. Oh, ruzie jongens. Ruzie in de tent. We gaan vechten. Hou jij je... Oh, dat is Grumpo. Oh, gaat Mae nou flirten? Wat gebeurt hier allemaal, joh? Mae, doe eens even normaal. Wat gaan we doen? We gaan eventjes beschuldigen van kinderachtig gedrag. Ja, dat vind ik wel een leuke. Nou, Mae, niet weglopen hoor. Niet meer. Doe ik het tegen Grumpo? Oh, dat kan niet. Ik kan wel de relatie verbreken, maar dat is echt heel gemeen als ik dat zou doen. Dus dat ga ik niet doen. Zit hij nou foto's van Mae te maken? Dat zou ik echt heel onbeschoft vinden. Als hij gewoon zomaar zonder te vragen een foto van me had maken. Ik ben ook maar een mens. Ik leef hier ook maar gewoon normaal. Ik wil gewoon een normaal leven hebben. Wat? Ik weet niet wat ik allemaal aan het zeggen ben. Nou ja, in ieder geval, mijn Sims lopen vast. GG. Zo, clap voor de Sims. En ik ben nog steeds blij als Sim 4 uitkomt. Want ik hoop dat we deze rare lag spikes of, nou ja, deze rare vasthang spikes dan niet meer hebben. En daar gingen we. Ik wil een foto maken van Grumpo, mijn scharrel. Oh, zag je dat? Hij was ineens onzichtbaar. Oké, dankjewel. Nieuwe vandaag mijn scharrel ter waarde van 0 sim dollar. Oké, nou haar vriendje is 0 dollar waard. Dan weten we dat ook allemaal vast. Wauw. Wat zit hij allemaal foto's te maken, joh? Wat is er met hem? Hij blijft maar foto's maken. Hier gaat hij weer. Ik weet niet waarvan die foto's zitten maken. Misschien vindt hij zijn keuken zo mooi of zo. Maar ik vind hij zak aan. Maar ja, nou, daar gaan we weer. Oh, misschien heeft hij een nieuwe deur. Kan ook. Geen idee. Anyway. Ik hoor iemand laptoppen. Oh, die zit hier. Oh, dat is die Samantha weer. Samantha Cassat. Nou, Grumpo, nou hou je op met die rare foto's. Wat is het nou allemaal weer? Geef me maar gewoon even een verlegen zoen of zo. Weet ik veel. Doe eens even normaal. Klaar met die foto's. Ah, oh, kijk wat cute jongens. Moet je opletten. Ah, oh, wat cute. Oké, nou oké, dat heb ik weer gehad. We gaan hem even een walgelijk filmpje laten zien. Ik weet niet of hij dat leuk vindt, maar anders zorgt hij maar dat hij dat leuk vindt. Ik weet niet wat een walgelijk filmpje is. Zal iets met kots of zo zijn? I don't know. Zo! Jeetje, die schrok... Hij schrok wel heel erg. Hij ging helemaal verkotsen, joh. Verkokhalzen. In ieder geval, ik ruim even de macaroni met kaas voor de Grumpo op. Voordat het dadelijk bedorven is. En dan heeft hij geen macaroni met kaas meer. Wat aardig ben ik voor Grumpo. Dat ik gewoon even zijn macaroni met kaas in de koelkast zet. Dat verdient wel echt een slow clap voor mij, jongens. Echt even, allemaal even slow clap. Reageer even in de reacties. Slow clap. Wat? De slow clap, daar heb ik echt wat Mae. Echt, op alles, met nog andere mensen ook, zeg ik op alles slow clap. Op alles gewoon, alles verdient gewoon een slow clap. Ik weet niet waarom, maar alles verdient een slow clap. Wat is dit? Park Zeezicht. Ik wil eigenlijk eens een keer ergens heen of zo, want we zitten zo saai te doen en het feest is toch al voorbij. Dus ja, kunnen we misschien ergens anders heen of zo. Want ik wou nog alle openbare ruimtes laten zien. Zal ik anders nog het beroep stylist gaan uitoefenen? Ik ga dat gewoon een keer doen, weet je. Dan kan ik toch nog laten zien wat een stylist nou doet en zo. Want ik had het eigenlijk nog gewoon beloofd. Alleen ik wou zeggen van, nou ja, laat maar zitten. We doen het wel niet meer. Maar ik ga het toch wel even doen. Ook al is het de serie bijna voorbij. Maakt niet uit. Carrière accepteren. Nou, jongens, we hebben een baan.
We zijn modevondeling. We zijn nu stylist. En de eerste volgende keer dat we dit kunnen gaan doen zal morgen zijn. Dus in de volgende aflevering kun je zien hoe stylist en zo werkt. Het is echt heel leuk. Oh, zij gaat nu de binnenhuisarchitectuur onderzoeken. Wow, wat een woord. Binnenhuisarchitectuur onderzoeken. Oh nee, wat? Ga dan onderzoek doen naar nieuwe modeconcepten. Dat is toch beter? Het heeft meer te maken met het beroep stylist. Want we moeten wel een beetje creatief zijn voor stylist. Volgens mij. Oh nee, dat hoeft niet per se. Nou ja, het is altijd wel handig om dat even te doen. En volgens mij is dit ook een tattoowinkel. Ik bedoel, dit is de stylistruimte. En dan heb je hier de tattoowinkel. Tattoo shop. Ik weet niet hoe je dat zegt. Wat is dit nou weer voor machine? Jezelf een tatoeage geven. Oh, dat is een zelfmaak tatoeage machine. Wat? Ja, zoiets. Oké. En hier zit een hamster in. Oh, een rat. Hoe heet die rat? Rat vrijlaten. Rat pakken. Rat bekijken. We kunnen hem gewoon gaan vrijlaten, jongens. Dat is wel heel gemeen. Er zit een draak in hier, jongens. Kijk nou. Een draak, jongens. Er zit gewoon een hele draak in. Kijk dan, hij heeft een draak. Maar hier zit hagedis. Dat is een beetje jammer. Maar blijkbaar is het een draak. Wat cute. We gaan er even naar kijken, hoor. Oh my god, wat doet ze? Alsof die hagedis dat leuk vindt. Doe eens even normaal, Chloe. Oh, ras, draak, zeldzaamheid, zeldzaam. Waarde. Hij is 1000 simdollar waard. Kom, we gaan hem jatten. Je kunt geen huisdier dat bezig is pakken. Oh, we kunnen hem wel vrij laten. Maar dat vind ik gemeen. Ik doe het wel niet. Ik laat ze wel met rust. Nou, wij gaan in ieder geval naar huis. Oeh, ik ben weer moe hoor. Ik ben altijd moe als ik opneem. Ik weet niet wat dat is. Nou, ik denk dat ik altijd als ik ga opnemen, dan ben ik meestal net mijn bed uit of zo. Nou, niet echt net mijn bed uit, maar dan ben ik net wakker. En dan heb ik helemaal nog niet gepraat. En de eerste keer dat ik dan praat op de dag is als ik opneem, dus nu. En dan is het altijd zo van, oh god, daar zit ik weer. Ik heb altijd. Altijd heb ik het. Altijd. Tenzij ik of zo in de avond opneem. Dan heb ik het niet. Maar ja, maakt niet uit. Wij gaan in ieder geval lekker naar huis. Het is alweer laat. Het is alweer 1 uur 's nachts, jong. Oh, en Marius die zit hier te slapen terwijl er keiharde muziek wordt afgespeeld. Dat vind ik een beetje zielig. Sim begroeten. Oh, Marius, wat lief van je dat je dat voor me wilt doen. Dan krijg je wel even een knuffel voor. Vind ik wel zo lief van mezelf om dat even te doen. Ah, wat cute. Ik vind Marius nog steeds zo'n leuk hond. Aandacht, heftige zoen. Oh, hij was ook een beetje antisociaal. Of antisociaal, hij was een beetje... Hij miste een beetje socialiteit in zijn leven. Nou, dan geef ik hem dat nu een beetje. Hopelijk voelt hij zich dan iets beter. Vertroetelen. Nou, hij voelt zich nu denk ik wel beter. Wij gaan in ieder geval snel slapen, want Chloe die valt dadelijk echt neer van de moeheid. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dan gaat Marius even lekker nog met dit speeltje kauwen. Ik weet niet waarom. En daarna kan hij nog even een hapje gaan eten of zo. En dan... hij hoeft eigenlijk niet meer te slapen. Het is alweer 2 uur 's nachts, jongens. En de Sims lopen weer vast. GG voor de Sims. Slow clap. Alweer. Heel veel slow clap voor de Sims. Maar nou, eigenlijk loopt de Sims... Ja, hij loopt altijd vast als je het versnelt. En op zich kan ik dat ook wel begrijpen, want alles beweegt dan heel snel en zo. En dat heeft misschien heel veel moeite nodig of zo voor de Sims of voor de FPS. Ik heb geen idee. Maar eigenlijk is het toch wel stom dat dat gebeurt. En nou, Marius zit dit lekker te doen. Chloe ligt lekker op bed. Dus jongens, dit was weer de aflevering voor vandaag. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer. Bye!